aflevering kon je zien hoe we binnenkwamen in een gigantisch resort in Tunesië, waar veel hotels leegstaan sinds de terroristische aanslagen in 2015. In deze aflevering vervolgen we onze zoektocht. Helaas is er weinig informatie over deze hotels te vinden. We beginnen vandaag een oud hotelletje. 1950. Ja. Deze staat ook echt lang leeg. Toch raar dat je niemand foto's van maakt. Nee. Ook toeristen niet. Nee, komt dat er geen West-Europese toeristen komen. Ja. Een sensatie. Ja, ja. Maar ja, mooi overzichtshotje met zwembaden die leeg zijn. Wel een cool zwembad. Beter Explorer als gisteren dit. Ja, lekker man. Oh. Heerlijk. Ze gingen er zeker door, of niet? Ja man. Even kunnen omdraaien achteraf. Het is mager. Ik heb beter wat eten kunnen meenemen voor de kat allemaal. Ik kan de kat allemaal eten geven. Inderdaad. We zijn een cool binnenzwembad. Met verval. Mooie slaapplaats heb je. Heeft het hele rijk van zich alleen. Inderdaad. Buitenbar. Kamers zijn kamers zijn. Het lijkt wel onafgebouwd. Echt alles is eruit. Ah. Al het houtwerk. Alles. Al een mooi setje. Ah ja. Vind je niet? Zo ja. Ja, dat vind ik wel gaaf. Dus 2-3 jaar geleden lagen echt bijna alle hotels lagen er zo bij. Iets betere staat, maar... Ja. Nou, deze is niet zo heel interessant. Buiten het exterieur, dus op naar de volgende. Dit zo. Jezus, dit is vet. Kijk. Hoe kom je hier binnen, godsnaam? Heel makkelijk, van het strandkant. Ja, van het strand lopen er gewoon erop. Ja. Echt mooi jij, oh my god. Volgende hotel. Oh nee, het is echt regen ervoor. We zijn toch dadelijk binnen. Ja. Hier zitten de ruiten nog erin. Ja, dat zie ik. Voor de kinderclub hier. Gewoon een animatie voor de kinderen. Beetje Sovjet-stijl zit. Ja. En? Ja, een beetje kleurtjes en puzzelvloer. Ja, niet echt een beetje om naar binnen te gaan. Oh, grappig. Wauw. Oh, die is wel echt vet van binnen. Ja, klopt. Oh my god. Ja, alle pilaren. Dat is dicht, zeg. Oh, what the fuck. Dat heb je zo binnen of wat? Kijk even kijken, zo. Als die allemaal open zijn. Vragen kloppen of zo. Oh. Wat zou ik gehoord hebben? Oh, daar heb iemand. Kunnen we naar rechts hier zo lopen? Ja, ik heb hier eigenlijk een bocht gevoerd. Wat hier? Die staat er op de trein. Zie je hem? Ja. Ik loop rechtsom, ja? Ja? Ja, ja, ik loop dan wel mee. Zullen we wel een keer gezien worden, hè, nu? Dat maakt niet zo uit. Nee. Ik zeg gewoon een beetje met de mensen van het hotel daar. Ik denk dat je die mensen van nog een keer ziet. Dat bedoel ik. Die vanavond? Ja. Ach ja, toch even een klein beetje sfeer geproefd, toch? Je ziet echt dat ze hier bezig zijn, alles staat open. Volgens mij echt net toevallig aangekomen allemaal. Ja. Die hebben gewoon een afspraakje gehad. Ja. Nou, volgende hotel alweer. Jongen, jongen. Nummer 12. Ongelooflijk. Houdt niet op niet vanzelf, hè? Nee, hier niet, nee.
Je snapt niet dat ze zo'n groot terrein tussen het hotel en het strand hebben. Nee, stom hè? Dat is onhandig, ja. Ik zou zeggen, maak daarvoor dan lang en zet die kamers tegen het strand. Ja, daar willen mensen. Dat is wel mooier. Met zeezicht allemaal. Ja. Moet je eerst hier over een kilometer woestijn kijken? Nou, we zijn dus nu bij een gigantisch resort. Ik denk al de grootste die we tot nu toe gezien hebben. Nu eens kijken wat het is. Zijn we de komende uren wel zoet hier? Ja. Geen tekens van werkzaamheden, dat is goed. Er is ruit ingegooid, hè? Nee. Ik snap er niks van. We zien hoe makkelijk het is om hier een ruit in te slaan. Ja, die zijn open. Ja, ik zat er daar ook. De sleutel is ook eruit. Mooi. Oh, wil je even hier kijken? Ja. Het staat lang leeg, man. Ja, dat is een squash. Squashbaan. Cool. Dit is vet. Mijn Oosterse dingen. Is dicht natuurlijk. Je hebt een swimmingpool. Oh, kijk hier. Ik had een beetje Disney-Caribbean gevoel. Wat is in deze hotel? Swimmingpool, maar dat is niet. Oh ja, ja. Echt jackpot hier. Dat is ook wel vet, ja, met de palmboom bij het midden. Oh. Mooi, dat is wel goeie ook. Ja, en het werkt voor het zwembad. Ja. Net zoals de zwemmen. Ik zou mijn bar hier wel eventjes willen zetten. Ja, dat is wel. Wauw, cool hoor. Diep zwembad, diep als die vol, denk ik. Ja. Het is niet zo diep, hè? 1,80 op het diepste stuk. Nou. Vette tiki bar. Boah, met indoor palmbomen gewoon. Wauw, die is vet. De palmbomen groeien er doorheen. We hebben dat ding erheen gebouwd. Vet hoor. Wauw. Ik hoop zomaar lekker dat het weer Hawaii is. Ja, het is weer tropisch, hè? Ja, ja. Heel tropisch sfeer, ja, leuk. Ja. Totaal verschillende hotels hebben we gezien. Ja, klopt. Het is niet allemaal hetzelfde. Wat was er dan? Een scooter voor de deur. Oh. Ik dacht dat het vest wel daar hing en zo. Ik zei het al. Ja, ik heb mijn water al laten staan. Hè. Ik vind het goed. Ja, dat komt er goed. We gaan toch zo naar de auto. Schrik me tering. Ja, maar ja, beter dat we het toch zeggen. Ja, ja, dan dat er iemand naast me staat. Ja, dat komt, kijk, ik hou hem van als iemand een keer naast me staat. Ja. Het is toch niet zo verlaat als ze denken steeds. Ze denken dat er niemand is, maar er zit echt overal volk. Er is echt overal volk. Ja. Steeds wel iets, hè? Het is misschien Ramadan, dus het is een voordeel omdat ze zich niet veel gaan inspannen nu, omdat ze niet mogen eten en drinken. Ik denk dat het enige voordeel is. Ja, en het is heel groot, dus de kans dat je iemand tegenkomt is toch klein, maar het kan wel. Het blijft riskant. Ja. Tunesië wil je niet gepakt worden. Nee, nee. Zeker niet zonder paspoort. Nee. Ja. Voor die persoon lopen ze terug. Ja. We gaan kijken of we wat kamers kunnen vinden. Er zijn veel hotels geweest, maar we hebben nog niet echt een slaapkamer. Veel dicht, hè? Dik open haard erin. Grappig. Cool, hè? Ah ja, dat is wel leuk. Lekker eten, Jan. Waarschijnlijk lekker barbecue of zo, niet? Ja. Heerlijk. Enorm ding. Waar zijn we nog heen gekomen? Hier rechts. Is droog. Ja, het ruikt nog naar chloor, man. Ja, het is eigenlijk zo met de wit. Ja, dat is niet echt. Ik weet nooit wat je tegenkomt hier. Nee, dat staat echt goed wel. Geen lijstjes aan vinken. Ja. Kijk of er nog is. Ik zal het niet. Wat is dat? Souvenir. Ja, wat moet dat te zien zijn dan nog? Dat was nog iets aan. Ah. Dus we hebben voor gezondheid results verzoeken. Absurd gewoon. Het hotel waar wij zitten is bijvoorbeeld 33 hectare. Ik denk dat deze nog groter is. Je komt alleen je stappen. Als je bedenkt hoeveel resources
extra zullen zetten normaal. Dat is ongelooflijk. Duizenden, denk ik. Ja, tuurlijk. Kan iemand even uit het spankrap duwen? Dus, ik ben natuurlijk knap er bovenop helemaal. Alles dicht, hè, die kamer steeds. De kamer die loopt hier. Hè? De kamer die loopt hier. Ja. En die kamer is allemaal op slot? Ja. Altijd. Dat is echt iedere keer. Of ja, niet echt gestaan. Nee, maar niet meer dan 1 jaar. Nee. 2 jaar. Steeds hetzelfde, hè, die kamers. Ja, en dat wat jij zegt, inderdaad. Ze willen die spullen gewoon sealen. Weer een ander hotel. Blijft maar bezig. Nou. Poepoe. Camera's. Waar? Ah ja. Vind je niet echt logisch? Heel vreemd. Hier links? Ja, ik zal eventjes hier rechtdoor gaan dan. Daar, ik zag iemand rechtdoor in me lopen. Oh ja? Ja, heel ver wel, maar daar liep niemand. En hier, dit is wel een vet show. Helemaal op ons gericht nu, ja. Grote kans dat we iemand gaan tegenkomen dadelijk. Ja. Misschien een beetje aan de pad afblijven. Heb je al gezien? Nee, hij liep gewoon. Deze is wel nog goed bijgehouden, heb ik het gevoel. Die staan niet zo lang. Ziet er clean uit, ja. Heel clean. Niet dat ik hier zou zwemmen, maar toch. Hondjes weg al, of niet? Ja. Hij staat bij het zwembad. Oh ja, ik zie hem, ja. Mooi met die locatie van die palmbomen water. Ja. Je ziet er vrij modern uit, hè? Ja. Zijn het voor rare stukken die erin drijven? Want het is alles zo. Kijk, het drill. Smerigheid. Achter moet ook nog een zwembad zijn. Ik zal eens door de ruiten kijken, hè? Ja. Ik ben benieuwd wanneer we hier eruit worden. Geen bonjour. Ja, dat is sowieso niet interessant, hè? Zelfs als je binnenkomt. Ja, dat is niet de moeite om naar binnen te gaan. Ja, dat is. Wie is de baas? Er zijn nog 2 jaar. Wauw. Wat een paradijs hier. Ja, prachtig. Janine is ook fan van de resorts. Jee. Ik vind ze echt wel fijn eigenlijk. Het is op beeld er niet over te brengen, hè? Maar nee. Je loopt hier dus echt uren rond. Ja, ik heb geen hek of wat dan ook gezien. Nee. Ik heb niet het idee dat ik aan het trespassen ben. Nee. Ze rijden toch eens een moderne futuristisch, maar toch verlaten. Ja, heel raar. Hier is een ander zwembad, zie je? Die is volgens mij helemaal leeg. Hier liep de kerel rechts. Bol. Zou je even naar binnen gaan? Ja, dat is wel afwachten. Nee, ik zou inderdaad afwachten. Ja, een cool zwembad. Ja, ik ga snel een fotootje maken dat eigenlijk gesnapt wordt. Ik zie mezelf hier wel liggen, zo op zijn legbaadje. Die komt zo dadelijk. Maar dat we daar die kerel zien. Ja, kan bijna niet anders. Dus dat alle ramen goed dicht zitten, overal, in ieder hotel. Aha. En weinig vandalisme, niks. Niks, nee. Dus ik heb nog geen 1 ingeslagen ruit gezien in 3 dagen hier. Nee. Misschien kunnen we wel extra door, want je even kijken of we daar doorheen kunnen. Wauw. Een oase van rust. Je ziet een nieuw hotel. Ja, dit is echt Janine style. Ik denk dat dit doorloopt trouwens. Ja, van de zwerver. Ja, dat kan best. Ik ga het al weten, man. Hè? Ja. Ik zou het al weten. Echt, vier sterren. Iedere nacht een andere kamer. Altijd een nieuwe kamer. Elke wc kan 1 keer doorgetrokken worden. Dan heb je hoeveel? 500 kamers? Ja, heb je een jaartje te gaan, dik. Hier wordt waarschijnlijk ook weer opnieuw een leven ingeblazen. Over het plastic of over. Dus we hebben niet echt de moeite gedaan om naar binnen te gaan. Hè? Ja, alle meubels zijn allemaal ingesealed. Ja. Ja, is niet echt interessant meer voor ons. Hè. Ja, wel een coole sfeer. Wel een hele toch? Coole sfeer. Ja, zeker als ik aan buiten te lopen. Hè. Tijdens dus, zonsondergang, dat je nog alles ziet. Goed licht. Ja. En het voordeel is, je kunt de auto gewoon bij de locatie parkeren. Precies, ja. Recht ervoor. Super vet. Onze ramshackle. Ja.
Nou, dat was het weer vandaag. Ja. Koele dag weer. Even eten. Ja. Nu ligt er met zet. Oh, check daar, ligt het gewoon aan. Hè. Er zit al iemand. Zie je de stroombal? Ja. Ook ja, daar zit iemand. Huh? Ja, daar zit iemand. Zit er nog? Ja, dat denk ik wel, toch? Zoom ik. Nee, gaat niet. Ja, boeiend. Je ziet die keer al wel, denk ik. Ik kom niet naar ons, ja. Ja, maar nu zijn. Er is weer een nieuwe dag aangebroken om een paar hotelletjes te bezoeken. Oh my god, wat is dat? Fucking hell. Er staat er nog iemand of wat is er van iemand? Oh my god, dat ziet er wel freaky uit. Ja. Oh, die pop, ja. Hoe hebben ze dat gedaan? Ja, het was wel een beetje schoon gehouden, ja. Ja, deze wel een beetje in gaten. Een beetje. Lekker chillruimte. Wat het mooie elementen nog. Ik vind het echt vet. Ja, is echt cool. Dat zie je ook in het zwembad, in het hotel. Ja. Die mooie randen zo, ik vind dat we wel wat hebben. Leuke tikkeltjes. Het is natuurlijk niet echt antiek, maar het geeft wel een mooie sfeer. Laat hotel kijken. Er zit bewaking aan de poort, dus even via het strand gaan kijken. Grappig om te zien is dat eigenlijk die strandjasjes hier. Hier zie je nog een deur en een raam. En je ziet eigenlijk als ik met de camera naar links ga, dat het helemaal onder het zand zit. Misschien over een aantal jaar is het echt helemaal verloren. Cool stukje. Helemaal verwoekerd. Mooie tegeltjes weer. Ik heb geen idee wat het is. Of een keuken of zo, denk ik. Maar ja, de overhoekering die levert wel aparte plaatjes op. Dat is fucking heet. Echt eindeloos veel huisjes. Wat mooi is om te zien, is dat echt paden echt helemaal overhoekerd zijn. Dus hier. Ik ben een palmboom gewoon midden op het pad te groeien. Nou, dan komen we dus niet meer langs. Op de achtergrond hoor ik een of andere slangenbezweerder. Ja, niet helemaal zicht door. Hier komen we bij het grootste gebouw aan. Kapper, Mickey Mouse waarschijnlijk. Grappig. Waarschijnlijk een restant van Mickey Mouse. Vooral veel afval, niks speciaals. Tja. Een paar leuke elementen zijn er nog. Het is helaas werkelijk gestript. Het staat ook wel redelijk lang leeg, denk ik, deze. Fonteintje. Ondersteund door bakstenen.
De voorkant is redelijk goed bijgehouden. Dus ik moet hier een beetje oppassen. Receptie. Ja, ik probeer het wel echt dicht te houden, dat zie je wel. Dus iemand is er de hele dag mee bezig om dat ding dicht te houden. Dat is echt een onmogelijke taak. Het is niet echt het beste maand om te komen hier in juni. Het is 35 graden. Ik ga helemaal kapot van de hitte. Ja, dat is het animatiegedeelte. Is dat van het theaterpodiumpje? De ligging van het hotel is echt episch. We gaan nu even kijken. We liggen namelijk op een landtong. Dus beide kanten strand. Wauw. Nice view. Dit is het zwembad. Dat is wel apart. Nee, dat zwembad is vaak zonder het zand gelopen. Dat is iets wat je ook niet elke dag ziet. Ja. Hier heb ik een maf beeld. Heel ander verval dan in Europa. Er staat nog een beetje water in. Nou, geen leven te bekennen waarschijnlijk. Het was leuk, leuke setting. En voor de rest was het redelijk leeg. Op naar de volgende. Oké, dat voorspelt niks goeds. Zoals in de kleine hut. Slaap al mensen. Wauw. Dit is meer een beetje Azië-stijl eigenlijk, hè? Ja. Ja, denk wel, ja. Die ziet er wel open uit. Ja. Nou, dit is dan zo'n bungalow van binnen. Kijk, ja, ik vind het er even een kluis. Ja. En dit is de badkamer. Ja. De wc? Ja. En geen douche? Ja, dat vraag ik me ook af. Ik dacht dat het een douche was, maar... Ja, zo te zien niet. Nee. Ga hier misschien? Tegen? Ja, die is hier. Ah. Oh, ja. Kijk je? Krappies. Ja, dat weet het al netjes uit op zich hoor. Oh. Dat is wel mooi op zich, hè. Wel een leuke stijl. Ja, dat is wel leuk, hè. Kijk op, gisteren. Cool. Hij is wel echt vet als het nog actief was. Ja, ja, ja. Langer, ja. Minimaal 5 jaar, denk ik. Zeker, als je daar zit, dan ben je daar. Niet schrik als er een hond in één keer komt, hè? Oh, nee, hier is wel. Oh, nee, dat is wel. Oh, dat was heel toevallig. Ja, dat is wel heel grappig. Ja, je schrik. Maar het is wel heel toevallig dat ze zeggen. Ja, ik zeg het aan de Nee, ik zag er geen. Ik zeg het gewoon eens even. Ik denk, misschien is het. Maar hij ziet er precies hetzelfde als die ene. Het is wel lekker zo half buiten zitten, trouwens. Hier. Ah ja, oh jezus, het zijn heel wat stoelen hier. Ja, hier wat is de vader eigenlijk. Ah ja, mooi met die lamp daarboven. Dat is leuk man, dat zie ik al we geen foto's hebben gezien. Het is echt lekker ontdekken zo. My god. Dus ik kan nu, hé. Moet je kijken, hij is echt helemaal verwoekerd. Ja. Al dat zand ook, jongen. 4 jaar minimaal. Ja. Je hebt het aangemaakt. Ja, dat staat er allemaal leeg. Het is een beetje zo'n kolenbadskop zo met al dat zand. Ja, dat is op 2 jaar, dat is holy fuck, je liggen op boten of wat? Check dit. Ja. Met motor of niet? Dat is gewoon echt niet, alleen de polyesterbak. Oh, je hebt er even ontbijten. Vet. Ziet er open uit trouwens. Oh.
Nou, dat ziet er echt urbex uit. Er stonden nog op, hè, sommige dingen. Er is nooit verlichting aan, het gaat op ja, maar toch, weet je, al die jaren. Ja. Doe licht eens checken. Check het lichtknop. Nee. Ik kan er bijna niet dat er nog steeds aan staat. Nee, het is echt vervallen. Ja, toch. Dat zou daar zijn. Zou daar lekker langs komen? Ik ga wel even tijd te eten en lekker drankjes te doen. Aan te douchen. Lekker drankjes doen. Ja, daar kan zitten. Lekkere wijntjes. Ja, we kunnen zo teruglopen, hè. Ik denk dat hier voor de rest qua gebouwen niet echt heel interessant maar is, hè. Is het een receptie of een aankomstzaal? Jawel, maar dat is helemaal vooraan, denk ik. Oké. Het is zo raar dat ze geen asfaltpaden hebben. Nee. Nee, ik kan toch niet. Kijk, oh nee, hopelijk doen die net. Misschien is het wel. Oh nee. Rustig. Misschien is het voor de bewaking. Ja, zullen we gaan? Ik heb niet zo heel veel zin dat er mensen komen dadelijk. Ja, het had een dingetje om een halsband. Ja. Zie je deze honden misschien wel met, bij een mens worden? Tuurlijk. Ja. Hij rent ook meteen naar de ingang terug. Ja, klopt. Heel ander gedrag dan die anderen. Klopt. Snel weg. Veel hotels zijn ze aan het werken. Draai maar om. We zien het al. We zijn eigenlijk een jaar te laat. Echt, toerisme begint langzaam weer op gang te komen. Dat is goed voor het land natuurlijk. Goed om te zien. Klopt. Ja, want de Brussel vluchten die zijn weer hervat. Ja, na 3 jaar zijn er weer vluchten. Van, ik denk dat het echt weer een beetje aan het aantrekken is. Ja, en we zien eigenlijk dat veel hotels weer worden gerenoveerd. Dus dat is wel een goed teken. Althans, de door een roosje slapen hotels. Ja. We hebben ook hotels die zijn helemaal kapot. Ja, alles eruit, dat wordt niks meer. Eigenlijk, hè. Precies, maar we hebben nu net eentje gezien en daar moet wel een hoop aan gebeuren. Maar binnen een jaar is die weer open, denk ik. Van binnen zag hij nog goed uit. Ja. Een likje verf van de buitenkant, binnenkant. En dan, dan kan die weer open. Kan die weer open. En die van gisteren denk ik ook idem. Ja, hetzelfde denk ik. Het is gewoon een hele mix, hè. Verschillende gradaties hier. Ja, is wel leuk om te zien. Maar hier komen we dus aan en zie je ze met kruiwagens rondrijden. Ja. Gisteren ging allemaal meubilair ging eruit. Ja. Dus veranderingen zijn aanstaande. Wij hadden eigenlijk een jaar eerder hier moeten zijn. Ja. Story of our life, hè?